Zijn jullie nou nog een beetje wielerfans of is dit gewoon een slechte excuus om misschien een extra biertje erbij te pakken? Kijk, bij ons is het altijd zo geweest. 'S Woensdags was stonknuppelen, 's middags was de wielrennen. En dan gingen we altijd bij vriend Leonard bakje doen en dan keken we naar de wielrennen. En zijn we onderweg? Dat was wel. We hebben het voor. We zijn onderweg voor een uur koers en 5 rondes. Een uur koers en 5 rondes. Ja, benoemen kunnen we anders zo nog. Kijk, daar komen ze aan. Daar komen ze aan. De mannen voor de eerste doorkomst. De eerste doorkomst. De Tetero jongens volgens mij op kop. Ik ben Dex en ik doe de groeten aan opa. Doe allemaal de groetjes thuis. Jongens, wat een dramatische einde van een prachtig mooie koers. Ja. Nou, Thijs Jacobs, laten we maar bij het laatste beginnen. Die laatste bocht, wat gebeurt er? Ja, ik ging de laatste ronde. Klaas komt er overheen. Dus je vecht eigenlijk om met z'n tweeën als eerste door de laatste bocht te gaan. Dus we gaan er volop af. Ja, en eigenlijk op een gegeven moment rijdt Klaas bijna tegen die motor aan. Dus hij moet uitwijken en dan gingen we met z'n tweeën. En hij kon snel weer opstaan, dus ik denk snel over de streep. En ja, dat was dus een beetje bizar. Maar zo, dat was de laatste ronde. Ben je wel eens eerder lopend over de finish gekomen? Niet in een fietswedstrijd, nee. Nee, liever niet ook. Klaas, wat gebeurde er in de laatste bocht? Ja, ik kom als eerste door de laatste bocht heen. En er komt een motor, die staat stil. Ja, hij ziet ons nog komen, hij stuurt precies de verkeerde kant op. En hij rijdt mij eigenlijk vol ondersteboven. Jij reed op eerste positie? Ja, ik reed als eerste. Ik kwam als eerste door de eerste bocht. Dus ik wist zeker dat ik wel gewonnen had. Ah, wel jammer. 3, 2, 1, starten! 4 rondes te gaan.